Ik ben Sanne Voets, dit is Demantuur RS2 NOP en wij gaan ons vandaag in het zweet werken in onze voorbereiding op de Paralympische Spelen in Tokio. Wij gaan nu trainen in een verwarmde binnenbak. Met een aantal grote machines zorgen we dat het daar warmer en vochtiger is. En zo bootsen we eigenlijk de omstandigheden in Tokio na. Daarom heb ik ook nog een softshell jasje aan. We rijden straks in Tokio natuurlijk onze wedstrijden ook met een wedstrijdjas. En die is van hetzelfde materiaal gemaakt. Dus dat maakt het extra warm. En nou ja, nu hebben we de kans om dat vast te oefenen. Dus we doen dat ook maar gelijk met jas en al. Je moet hem even aanzetten, ja. Ik heb een soort thermometertje ingeslikt. Dat is een pil, een capsule. En die meet mijn kerntemperatuur. Terwijl ik aan het rijden ben dadelijk. Voor Demantuur hebben we ook een thermometer waarmee we de temperatuur tijdens het werk kunnen meten. Van ons allebei wordt de hartslag in de gaten gehouden. Er zit een watje vastgeplakt aan zijn huid. En daarmee kunnen we straks een zweetanalyse uitvoeren. En wat eigenlijk vooral heel erg leuk is om dadelijk te zien, we hebben dezelfde tests gedaan toen we begonnen met acclimatiseren. En vandaag is de laatste dag. En we gaan kijken of er verschillen zijn en welke effecten dat we de afgelopen 2 weken teweeg hebben gebracht. Voor mij is het allerbelangrijkste om te zorgen dat mijn paard op zijn gemak is straks in Tokio. En als je dit nu alvast ervaren hebt, dan is het sowieso vast fijn om voor jezelf te weten hoe dat dit aanvoelt. Om te zorgen dat we straks voldoende rust nemen, maar ook voldoende inspanning leveren. Zodat we weer snel goed gewend zijn aan die omstandigheden. En dadelijk ook nog goed te presteren als het even kan. Ik moet zeggen, ik vind het echt wel heel mooi om te zien. Hij blijft nog steeds elke dag als ik hem uit de wei kom halen om hier naartoe te gaan. Om te gaan trainen in de warmte. Hij weet wat er gaat komen en toch loopt hij vrolijk op me af en gaat hij braaf met me mee. Hij wil ook weer Paralympisch kampioen worden. Zeker, ja. Ook hij gaat weer voor goud.